Welkom in video 3 van deze YouTube-serie Ascentieproces of Ascentie. In video 1 en 2 van deze serie vertelde ik je meer over Ascentie en het doel ervan. Dus dat het Ascentieproces heel individueel is, dat zal je ondertussen al weten en beseffen. Net zoals dat je weet dat jouw bewustwording geleid wordt door je hogere zelf en je lichtteam. Toen ik mijn boek 96 Vlammen aan het schrijven was, lieten de lichtwezens van de eenheid weten dat er toch een rode draad is doorheen het ascensieproces en dus doorheen dat proces dat elke ziel doorloopt. En ook al ziet dat er voor elke ziel er weer anders uit en is er ook geen tijdschema aan verbonden, die stappen zijn flexibel. Ze zijn geen vaststaande gegevens, maar ze komen wel meermaals aan bod tijdens het ganse proces van ascensie, naarmate dat we eigenlijk dieper afdalen in de schaduw van ons zijn. En die 7 stappen zijn, of deze 7 fasen zijn, disillusie en illusie van gedachten, trauma, schok of ziekte, dus het ervaren daarvan, donkere nacht van de ziel, zielsverkenning, healing en verzieling met het zelf, uitoefenen van zelfliefde en uiteindelijk verlichting. En deze stappen ga ik een stuk vandaag in deze video bespreken en de andere komen in de volgende video's aan bod. Maar dus hoe verder je evolueert en hoe dieper je gaat in deze stappen, en hoe meer je jouw essentie gaat ontdekken en gaan uitzuiveren, wat dat logisch klinkt. Dus dat betekent dat je deze stappen meerdere keren gaat doorlopen tijdens je volledige bewustwording. Je zal dus meerdere donkere nacht van de ziel ervaringen hebben. En wellicht denk je nu van, ah, of nee, ugh. Wel, ik kan uit ervaring zeggen dat je de tweede en de derde keer veel sneller door deze donkere nacht heen gaat. Waarom? Net omdat je weet wat er gebeurt en je al geleerd hebt wat je kan doen. Je hebt geleerd om in overgave mee te stromen op die flow van je eigen groei. Kortom, we ontwaken dus in laagjes, waarbij dat bewustwording een gradueel proces is. Net daarom zijn er zoveel verschillen tussen de mensen die aan het ontwaken zijn. Dus laat je niet ontmoedigen omdat je merkt dat iemand verder staat in zijn ontwikkeling. Jij bent exact waar je nu moet zijn, en dat is het enige dat telt. Zelfs elke schijnbare vertraging is zoals dat het moet zijn, want ook daar zitten weer kostbare lessen verscholen. De grootste reden van het gradueel proces is omdat we alles in kleine, absorbeerbare stukken worden voorgeschoteld. Ze bieden dat op kleine stukken aan. Net zoals dat we baby's de tijd geven om zich aan te passen aan vast voedsel. We geven ze ook geen groot stuk biefstuk in één keer, maar snijden het in stukjes. En zie jouw groei ook op die manier en dan zal je weten dat je enkel krijgt wat je aan kan. Bovendien, als je jezelf betrapt op een gedachte als die ene persoon is beter dan de andere, besef dan dat je nog steeds denkt vanuit dualiteit. Dan heb je nog werk te doen om verder te groeien richting het eenheidsbewustzijn. En ook dat is oké. Ieder zijn tempo, ieder zijn proces. In deze video wil ik met jou ook de eerste fase van ascensie met jou bespreken, namelijk desillusie en illusie van gedachten. En de eerste fase of stap is eigenlijk niet echt een onderdeel van ascensie. We leven allemaal een hele lange tijd in deze fase, of van staat van bewustzijn, vooraleer dat we uiteindelijk wakker worden. En in dit bewustzijn leven we volgens de patronen en systemen waarvan we denken dat dit de enige waarheid is. Op dit punt zitten we volledig nog vast in een systeem wat dat velen kennen als de matrix. En zolang dat je in het systeem vastzit, besteed je geen tijd nog energie aan je eigen healing. Laat staan dat je emotionele ballast, trauma's en pijnen gaat gaan transformeren. Dus die worden eerder bedekt met een verband om nadien gewoon een vers nieuw en een vers verband om te doen. Maar uiteindelijk de pijl die de wond veroorzaakte, werd er niet uitgehaald. Waardoor de wonde wel oppervlakkig geneest, maar diep van binnen blijft die wonde ontstaan en blijft ons dus nog beïnvloeden. Dus die wonde blijft nog steeds onbewust, sluimerend voor pijn zorgen. Niet weten waar dat de pijn komt, omdat je uiteindelijk de wonde niet meer ziet. Maar die pijl gaat jou steeds meer en meer gaan beïnvloeden. Je voelt je niet gelukkig. Je denkt dat het wel zal beteren. Of je zegt van, het hoort er wel bij. Zo is het leven. Ik moet niet klagen. Of wat dat het ook maar is dat je hoort. Of nog meer van dergelijke ideeën door je hoofd spoken. We voelen uiteindelijk ons het slachtoffer van alles en iedereen om ons heen. En we voelen ons enorm afgescheiden van de bron. We voelen ons verlaten. En we hopen dat er ooit iemand komt om ons te redden. Maar die komt niet. Sommige zielen sterven en verlaten dit leven opnieuw zonder ooit de mogelijkheid gehad te hebben om uit het systeem te stappen. En ook al hoorde dat ooit tot een onderdeel van de evolutie en van jouw zielsgroei, dus die continue
een cirkel waarin dat we terug opnieuw incarneren en incarneren. Nu is de tijd gekomen om uit dat 3D-systeem van dualiteiten, pijnen en trauma's, afhankelijkheid, controle, macht, slachtoffer en daderschap, om daaruit te stappen. En wanneer je ziel er klaar voor is, dan kom je automatisch bij de volgende stap. En die gaan we bespreken in de volgende video.